college wil nieuw afvalsysteem invoeren. Ondernemers van de binnenstad helpen de daklozen. En vorderingen aanpak zuidelijk stationsgebied in kaart gebracht. Dit en meer in de Week van Gouda van vrijdag 13 mei. De missie is meer dan geslaagd. In plaats van een zaal van 275 meter bij elkaar te breien, maakten bewoners, medewerkers en bezoekers van zorgcentrum Irishof in Goverwelle een zaal van maar liefst 600 meter. Ze haalden daarmee een bedrag op van ruim 2200 euro voor KWF kankerbestrijding. Het college wil naar een ASL-systeem, afvalscheiden loont, waarbij het aanbieden van afval zoals groente, fruit en tuinafval, plastic en papier gratis is. Bewoners betalen wel per keer voor het aanbieden van restafval. Het basistarief van de afvalstoffenheffing wordt daardoor lager. Het komt erop neer dat hoe minder afval iemand aanbiedt, hoe minder men gaat betalen. Maar in de binnenstad is nauwelijks ruimte voor ondergrondse containers. En daar wil het college betaalde en anders gekleurde vuilniszakken inzetten. Alleen die zakken worden dan opgehaald en bij aankoop van de zakken heb je in feite al de heffing betaald. Als de raad met het voorstel akkoord gaat, dan gaat het nieuwe systeem in op 1 juli 2017. Wethouder Rogier Tettero overhandigde maandagmorgen artikelen voor de daklozenopvang aan het Leger des Heils. De spullen werden aangeschaft door ondernemers van de binnenstad. Wij spraken met Irene Klein-Haneveld, die hierbij nauw betrokken is. Zijn jullie blij met de uitbreiding van het Leger des Heils in Gouda? Heel blij. Het is heel hard nodig. En natuurlijk niet voor ons, maar voor de daklozen zelf is het fantastisch dat er meer plekken zijn. Want hoe akelig het ook is, er komen er steeds meer bij, volgens het leger in ieder geval. Blijft het hierbij of staat er nog meer te gebeuren? Nou, het is niet zo dat wij zo nog maar iets gaan doen. Er zijn nog wel een aantal dingen die het leger graag zou willen. En als we kunnen, ondersteunen we dat natuurlijk. Waar heeft u de opvang op dit moment allemaal mee kunnen verblijden? Ik moet even goed nadenken hoor. Er zitten handdoeken in, rugzakken, van die waterflessen, thermosflessen en tosti-ijzer. Ja, dat soort dingen eigenlijk. Bent u blij met de hulp van de ondernemers? Ja, we doen dat gewoon allemaal met elkaar uit de pot. En we zijn er allemaal van overtuigd dat we hen ook moeten helpen. Het is soms zo'n gedachte dat ondernemers alleen maar voor het geld bezig zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. We zijn net zo goed betrokken burgers en willen graag zorgen waar nodig is. De Goudse Schouwburg schenkt voortaan Fairtrade wijn. Eerder al serveerde de Schouwburg eerlijke thee en koffie en hiermee is het theater officieel Fairtrade deelnemer geworden. Op 11 mei is de Goudse Schouwburg toegetreden tot de Fairtrade familie. Voorzitter Jaap Warners van de stichting Fairtrade Gouda was aanwezig om dit moment officieel te bekrachtigen. Hij kon de bijhorende sticker uitreiken aan Schouwburg-directeur Nel Oskamp. Het zuidelijk stationsgebied. Inmiddels weten we dat die de komende jaren drastisch wordt aangepakt. Maar hoe staat het er momenteel voor met het plan? We spraken met wethouder Hilde Niese. Ja, mevrouw Niese, hoe staat het voor met de plannen rondom de herontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied? Nou, die plannen die komen nu in een stadium dat we al een heleboel mooie plaatjes kunnen laten zien hoe we graag willen dat het wordt. De bedoeling is, je komt nu het station uit en dan struikel je over een heleboel fietsen. Nou, de bedoeling is dat dat dan in ieder geval voorbij is. Er komt een fietsenstalling waar al die fietsen in kunnen en nog een paar erbij ook. Die komt op het station en naast het station. Nou, daarnaast moet het station zelf veel mooier worden. Zodat als je daar naar buiten komt, dan sta je gelijk op een pleintje en dan zie je meteen, daar moet ik heen, daar is de binnenstad en er zijn de winkels. We willen ook dat de straat er veel beter uitziet. Wat meer ruimte voor voetgangers en een heel nieuw busstation. Waar je op een goede manier in en uit de bus kunt stappen, ook als je minder valide bent, want dat is nu gewoon niet goed. De bedoeling is dat er een zogenaamd eiland busstation komt en daar rijden de bussen zeg maar in rondjes omheen. In het midden kan je dan wachten en daar komt ook een goede overkapping, zodat je ook droog staat als het regent. Nou, dan loop je naar de stad. Dan willen we ook dat je daar op de stoeplekken de ruimte hebt, dat je goed kunt oversteken bij het Kleiwegplein. Dat je daar sneller over kunt steken. En we willen nog dat de fietsers daar heel goed terecht kunnen en heel veilig terecht kunnen. Dus een heleboel doelstellingen en een heel mooi plan waar die dingen gewoon allemaal in zitten. En dan wilt u de paden voor voetgangers verbreden op de Vredebest. Hoe gaat u dat doen? Nou, er zijn nu nog een paar parkeerplekken waar je langs de Vredebest kunt parkeren. Nou, die willen we daar weghalen en dan hebben we meer ruimte om de stoep en dan is dat is dan juist aan de andere kant, aan de kant van de ABN AMRO, om die daar iets breder te maken, zodat je daar zo door kan wandelen naar de stad.
En wordt de weg daar ook niet kleiner? Het wegdek dat blijft wel ongeveer even breed, want er moeten nog steeds bussen langs kunnen. En de bussen die rijden als enige twee richtingen op in de Vredebest. Die gaan daarin en rijden ze om het Polen heen en er weer uit. Maar daarnaast wordt het daar veel rustiger. Ja, en dan het weer. Zaterdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het wordt ongeveer 10 graden. Ook zondag krijgen we vrijwel hetzelfde weerbeeld. Het wordt dus een koud weekend. Ja, en tot zover de week van Gouda van vrijdag 13 mei. Ik wens u hele fijne Pinksterdagen en tot volgende week.